Yo, what up guys? Van harte welkom op mijn YouTube kanaal. Welkom bij Metro Exodus aflevering 4. Top. Hij stelt neer, hij stelt neer. Oh jee. Ze komen echt op de geluiden af. Waarom zit dit spel zo moeilijk in elkaar? Welkom bij aflevering 4 van Metro Exodus, waarin we dus gaan proberen stealth hier doorheen te gaan. Daar is een varkentje, maar ook een kippie volgens mij. Maar er zijn ook enemies. Ik hoor overal voetstapjes om me heen, dus het is best lastig. Maar van harte welkom, welkom terug. Dat was raak. Come on, dat was raak, dat was raak. Top, die is dood. Die heeft ook een silencer. Nou moet ik er... proberen doorheen te komen. Op een normale manier. Zonder dat we hem allemaal zien. Overal de lampjes uit. Hoe zien ze continu waar ik ben? Dat doen ze wel heel snel, hè? Even snel dit fixen trouwens, want iets valt mij op. Dat deze sound niet helemaal goed meewerkt. The damn pit. What's in the passage, see? They can't be scared. I have to reload, brother in. Wow, compleet nieuw wapen, joh. Dit is een shotgun waarmee hij gewoon speelt. Waarom kan je niet gewoon meerdere wapens in je rugzak doen? Dat is op geen enkele manier mogelijk. Ik wil een weaponslot mee, maar ja, dat kan dus niet. Ah, klootzooi. Dat is er één. Die is dood. Dat zijn konijnen. Nice, die is ook neer. Hij geeft zich over? Really? Kijk nou, konijntjes. Hoe cute. En een varky. Nee, ik vind het wel echt ongelooflijk dom dat ze zichzelf nu gaan overgeven. Maar ja, moet ze lekker zelf eten. Als ze maar geen onschuldige slachtoffers hebben gemaakt, hè. I give up. Er zijn er zoveel die zich opeens opgeven nu. Echt even goed rondkijken. Waar dat dan precies is. Waar zijn sowieso die overlevers? Want ik hoor al die kindjes huilen en zo. Nice. I give up. Hierboven is het ergens. Hoor ik Anna nou schieten of... Kijk, hier was de steiger waar ik werd binnengehaald. Kijk, daar is hij. Yo gast, kan ik jou niet interrogaten ofzo? Kijk, vlammetje op zijn gezicht.
Praise be to the Tsarfish, the deliverer of the souls of the faithful to the heavenly gates. Wow, die wapens, man. Als goed is pak ik al die dingen wel op. Zal ik eens kijken wat ik daar nu inmiddels mee kan dan? Kan ik iets nieuws toevoegen aan deze? Ja, dat kan zeker. Kijk. Doet dat wapen nog wat beter, want ik merkte net dat hij helemaal niet accuraat is in combat. Schiet best wel vaak mis en zo. Hij is perfect voor headshots, hè. Hij is echt perfect voor headshots. Zoals je ziet is hij nu al een wat groter wapen geworden. Wat is mijn exacte goal precies? Part is net begonnen, maar ik ben al helemaal mooi hoor. Ik weet oprecht even niet wat ik moet doen, waar ik heen moet. Dus ik ben maar gewoon alles aan het exploren en ik heb weer nieuwe attachments vrijgespeeld. Als het goed is nu voor meerdere wapens. Nee, dat niet. Weer voor deze. Dus ik kan hem nog verder uitbreiden. Kijk, nog grotere loop. Is hij niet meer stealth? Dat is op zich wel zuur. Ik denk dat ik beter een stealth gun kan hebben hoor. Oprecht, want dan haal ik wel gewoon van deze weer de suppressor af. Zo ziet het er op zich wel goed uit. Anders heb ik twee suppressed weapons. What the fuck heb je daar aan? Dit zijn ook typische Fallout booby traps, man. Als je ook de tekstje leest, dan staat er namelijk op de quest... And by the looks of it, I'd better get out fast. The best way to do it would be to use the boat I saw suspended from a gantry outside of the church. Dus we hebben eigenlijk deze secte ontdekt. Mensen veiliggesteld. Dat meisje en die moeder zijn ook al weg uit die toren. En ik moet hier nu heen. Ik moet gewoon weg. Kijk, nou heb ik ook een autosave. Nou doe ik ook een quest objective, zoals je ziet. Maar ik heb geen idee waar ik nu heen moet. Zonnetje gaat wel al bijna onder. Moet ik even die erbij pakken natuurlijk. Nieuwe objective. Nee, alleen get out fast. Dus... richting die kant. Gewoon terugvaren naar Anna, denk ik. Oké, let's go. Het wordt wel langzaam schemer, dus ik heb er best lang over gedaan. Hopelijk gaan die beesten me niet wrecken. A shame you couldn't get away quietly, without bloodshed. They're bound to hate us even more now. Oh well. Artyom, Katya and Nastya are with me now. See you aboard the Aurora. Check the map. Looks like you can row straight to it from there. Kijk, zie je? Autosave je, quest objective. Hey, 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 hallo! Wegwezen! Wat een klote beest, jongen. Wel echt cool gedaan, trouwens. Wie is Duke nou weer? Oh jee. Holy shit. Oh man, dat is een gigantische beest. Nou, wegboot.
The old man sent me out as a forward sentry. Told me that I was to sit tight and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. And holy shit, you did not disappoint. Anna has already reported on the cult. How about we trade places? I'd hate to come back to Moscow without even firing once. I was trying to win a girl over from one trader. Tough luck there. Why does everybody else get fun missions? The colonel does criticize you and all, but he gives you all the best action. Is this his way of showing affection or trying to get you killed? Ik denk allebei. But I have to say it's unfair. I've been dragged out of Moscow and for what? Stalking the furnace and sitting in a bog with a dumb spyglass. We staan naast giftige barrels te praten. Here, though, is dit een goede plek? Have a chance of finding some loot. There is this plane there. Just leave something for me. I'll have to stay longer, I suspect. Ja man, dit is een beetje ongemakkelijk. Want ik heb alweer op de feiten vooruitgelopen. Ah, dit is wel zonde dat ik dus nu voor niks dat beestje heb gedood. Ik dacht, ik kan er wat mee. Nou is het alleen maar een schattig konijntje wat dood is gegaan. Dat is ook zielig. Nou ja, ik heb hier dus alles al gedaan. Tenminste, alles. Ik kan als het ware gewoon daarheen. Ja, dat moet ik ook maar doen, want ik heb hier dus al shit weggeloot. Dus laten we maar teruggaan naar de trein voordat het straks echt donker wordt. Oh, kijk nou, ze eten gewoon een lijk van die andere beasts op. Alright guys, ik heb de game even aan en uit gehad. Heb de game van DX11 weer naar DX12 gegooid na een update van Windows. En een update van Nvidia. Verschillende game drivers. We gaan dus nu terug naar de trein, hè? Het meisje en haar moeder zijn al terug naar de trein als het goed is. Het is gelukt wat we daar bij die cultists hebben gedaan. Er is wel wat gevaar op zich geweest. We zijn beschoten, maar we hebben het overleefd. En nu moet ik voorbij... Kijk, daar is de trein. Nu moet ik voorbij deze beast zien te komen. Richting de trein. Oh ja, shit. Hier moet ik altijd gasmaskertje op. Dus laten we snel naar die trein gaan. We zitten ongeveer op de helft van de poort. Wow, je ziet ook al die radiation hier gewoon hangen. Wat de hel? Een sprongetje daarna. Oké dan. Ik vind deze gun op zich wel heel sick hoor. Het begint inmiddels echt schemer te worden. Dus ik wil eigenlijk wel op een veilige plek zijn. Ik wil niet in de nacht of in de schemer. In de wijde natuur lopen. Yo, what up? You're alive. Impressive after the horrors Duke told us about. Let's go. Dad's talking to Katya right now. They are so nice. Both Katya and her daughter. And Katya's medical training will come. Wow, die draai van haar. Wat mij nou heel erg opvalt, hè? Zien jullie nou verschil tussen... Kijk, haar kapsel, haar haar. En dan heb je deze optie. Hairworks. What do you know of the occupation for... Of gaat het alleen om de vachten van beasts? I'm sorry, I don't quite get what you... Zou zomaar kunnen. So, you've never seen any foreign army in this area. No, I haven't seen any army. But we haven't really been to any important places. I see. Artyom, a moment. Artyom, stop by my desk once you're done talking to the old man. I've got something for you. Okay, ik moet naar hem gaan voor een upgrade, soort van, denk ik. Saving them, Artyom. Katya here has provided us with vital information. A mechanic called Crest is hiding in the port. His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yermak can't handle the repairs alone.
So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. Then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now. But still, so many questions. Klopt. Yo, ik moest naar jou toe komen. Backpack? Is it comfortable? Can you operate stealthily with it? Op zich best wel. I have a present for you here. A TR rifle. Ring any bells? Whoa! It's pneumatic, but it still packs a wallop. Plus, making bullets for it is easy as pie, even in the field. Just remember to keep that pressure up. Otherwise, you might as well be spitting him out yourself. Other than that, it will never fail you. I did my best. So, that is with honor. Wat gruwelijk. And don't forget to drop by from time to time. I have a few ideas for improving it. Dat is vet. Dat is echt nice. Kijk, de druk moet gewoon hoog genoeg zijn. Het is eigenlijk dus gewoon een luchtdrukgeweer. De druk moet altijd hoog genoeg zijn. Kun je hem opladen dan? Fucking nice, man. Echt heel nice. Oké, okay, cool. Thank you. En nu, als we deze erbij pakken, dan hebben we dus daar nu een hele nieuwe objective. Nou snap ik ook wat precies de reden is dat er open wereldstukken in zitten. Want je komt er via de story vanzelf al langs. En dat was ik even vergeten. Dat is misschien best wel dom dat ik dat even vergeten was. Want ik ben al op eigen houtje weer gaan exploren. Artyom, are you going to the port? I'm going to relieve Alyosha now, so I can't come with you. His hand is still giving him trouble. So Katya being a nurse is just perfect. It will make convincing Dad to take them along so much easier. Klopt. I'm going to talk to him about that later. Het zou pas naar nieuws zijn als het een hoeker was of zo. He doesn't really want to leave them here himself. I can see that. But he's so hung up on those occupying forces, he can't even think of anything else. All right, you go run that errand for my father now. Just be careful out there. You know I worry about you. I know. But I love you. So that will come good. Eens even kijken. Wie zei dat? Hey, makker. Thanks. Or so everyone says. Grappig, ja. So Artyom, are you going to the port? Yes. There's nobody there. At least I haven't seen any normal people. But there sure are mutants, so you'd better take care. Ja, dat komt wel goed, joh. Wat dacht jij? Artyom, the scourge of the dark ones? Het wordt nu wel nacht. Kijk hoe fucking cool het is. Dynamisch weather type en dan moet ik helemaal in mijn eentje daarheen. Dat is op zich best creepy. En ja, even iets anders. Ik zal even ammo aan gaan maken. Als het überhaupt kan. Als het goed is wel hoor. Voor inderdaad luchtdrukgun. Kijk, het is helemaal mooi. Gaan we met R1 ook nog eens naar die. En dan kan ik er... Oké. Light grip. Die gaat in stability enorm omhoog. Voor de rest. Dit is nice. Gadgets. Oké, gadgets heb ik er nog niet op. Ah, helemaal mooi toch? Ik vind het helemaal mooi. Lekker spel wel. Lampje gaat aan. En dan gaan we dan. Recht op onze markering af. Met een zaklampje. Genoeg medkits op zich. Zal ik dat trouwens dat wapen eens testen? Nou. Aim was all over the place. Ja, het is een beetje tricky natuurlijk dat je opeens midden in combat aan dat ding moet gaan lopen trekken.
vind het op zich best wel sterk. Maar goed, het was puur een test eigenlijk. Dus ik mag nu wel dit gaan aanmaken. Hier van die medkits. Nice. Voor ik trouwens sowieso op pad ga, quip. Oké, quick save. Dan ben ik in ieder geval niet zomaar ineens items kwijt. What the hell? What the fuck, you? Zijn dat echt konijnen? Het zijn konijnen die voorbij drijven op een vlot. Oh nee! En weg waren de konijnen, opgevreten door de Mirelurks. Nou, oké, zo gaat dat dus. In de wereld van Metro. Als we daar moeten zijn, hè. Besef me nu opeens dat het misschien best wel slim is om inderdaad... Even kijken waar dat heen gaat, hoor. Ja, ik kan namelijk... Kijk. Via die draad kan ik zo naar beneden abzeilen. En dan kan ik precies daar terechtkomen. Dat is misschien wel een goeie. Fuck you, keihard ook. Kijk nou, we hebben dus een sectelid en bandits die daaromheen staan. Ja, to be honest... Heb ik zelf ook niks met secteleden. En deze secte probeerde mij letterlijk in de gevangenis... Of in die church probeerden ze me net gevangen te nemen. Met een freaking... boot die opeens werd vastgezet. Hey, daar hebben we ook een soort guard. Ik zag een markering komen. En dat betekent dus inderdaad dat dit nu als... Oei, hebben ze hem nou vermoord? Ja, man. Het staat dus nu gemarkeerd als bandit camp. Zullen we kijken of we hem gewoon een headshot kunnen geven? Dat was niet heel slim. Oké, even de zaklamp opladen. Oh man. Ik heb mezelf verraden. Waarom is stealth zijn in dit spel zo ongelooflijk lomp en moeilijk? Ah, zie je? Ik zag hem toch nog wel rennen. Headshot, nice. Nou jongens, nogmaals, het ziet er allemaal een beetje slungelig uit, maar het is ook best lastig hoor. Hoeveel games heb ik wel niet gespeeld, hoeveel Metro games ook wel niet, maar... Ik zeg niet dat het moeizaam gaat, maar de besturing is gewoon heel erg wennen. En ik word afgeremd door modder, door grassprieten. Even in dekking zitten en dan switch ik over naar deze, die ik overigens eerst weer moet oppompen. Hé, waar is die gast nou weer heen? Ben ik nou helemaal gek? Hij zat hier toch net? Hier, zelfs hun zijn me kwijt. Ik hou daar boven en hieronder in de gaten. Ah, die lipo's kunnen me echt opeens weer door hebben hoor. Ja,
luchtdruk weer. Oké. Tuurlijk. Sectorleden hebben meteen weer alchemy en shit bij hen. We kennen eigenlijk met hoeveel dingen je rekening moet houden hier. De zaklamp moet genoeg opgeladen zijn. Het gasmasker moet genoeg zuurstof hebben. Dan heb je nog alle... Oké, dit kunnen we ook nog oppakken. Alle materials die je moet hebben om überhaupt EHBO-dozen te kunnen maken. Je moet je luchtdruk van je wapen in de gaten houden. Ja, erg veel waar je rekening mee kan en moet houden. Maar wat... Is het een awesome gamepje tot nu toe? En ik wist dat hoor, van tevoren. Ik wist dat het echt gruwelijk zou gaan worden, maar... Het speelt ook gewoon ontzettend fijn op PC, moet ik zeggen. Tenminste, het kost even om alles in te stellen, hè. En om alle perfecte settings te hebben. Maar als het dan eenmaal werkt, is het echt gewoon een vlekkeloze ervaring. Stabieler dan je ooit op console zal krijgen, natuurlijk. Daarom ben ik ook vooral verrast en benieuwd... Nou ja, ik ben vooral benieuwd hoe goed PS5 zal worden. Hoe goed de next-gen consoles gaan worden. In tegenstelling tot wat PC's natuurlijk allemaal al kunnen en waar PC's toe in staat zijn. Waar gaan de next-gen consoles zijn? Ik heb mijn hele leven lang op console gespeeld. Heb nu pas sinds kort echt een hele goede computer. Dus ik ben daar gewoon heel erg benieuwd naar. Kijk, heb ik weer een soort loop gekregen. Die ik weer op mijn wapens kan monteren. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dat gaan we dan ook even doen meteen. Ik weet niet op welk wapen toegevoegd kan worden. Het is op de pistol weer. Tjongejonge, die pistol kan zo hard geüpgraded worden. Kijk, zijn stability gaat nog meer omhoog. Really? Wat? Heb ik het nou meegenomen, die gitaar, of gewoon naar beneden gesmeten? Wat was dat voor actie? Time is money. Quick save, I guess. Ja, dat is dus niet de manier in deze game. Ga je het nou echt menen dat ik gewoon... Dat ik gewoon niet dat ding kan gebruiken. Dat zou toch wat zijn. Nou, ik vind het echt superleuk dat ik het heb ontdekt. En het was een mooi avontuur. Maar hebben we er iets aan gehad? Helemaal niks. Want ik kan niet abzeilen, of hoe je het noemen wilt. Dus ik moet alsnog via rechts hetzelfde punt bereiken. Dus we zijn er echt helemaal niets mee opgeschoten. Maar ik vind het ook vreemd, want ik kom niet eens aan de overkant volgens mij op een normale manier. Kijk, hier zagen we net die konijnen op het vlot. Oeh, ik word ook echt...
achtervolgd af en toe. Wat is hier beneden? Er wordt iets. Er is zojuist iets genoteerd hier. Oh, een boot! Oh, sicko, man. Dat is wel echt goeie. Nice. Ja, daar zijn we al geweest. Dat was kampvuurtje. Dus ik kan wel met die boot naar die ene plek. En jullie dan bijvoorbeeld een cliffhanger geven. Want dat moet bijna wel, weet je. Ik moet inmiddels ook eten. Ik ben al een tijdje bezig deze aflevering. Kan ik geen markeringen plaatsen of zo? Anders had ik dat echt al gedaan. Ik moet namelijk dezelfde route afleggen als die konijntjes net gedaan hebben. Maar hoogstwaarschijnlijk kom ik dan die achtelijk grote walvis tegen. Dus ik vind dit helemaal niet chill. Oh, het had tot nu toe nog vrij soepeltjes. Kijk, ik ga helemaal naar die elektriciteitstoren dan toevaren. En dan, ja, waar ik helaas niet kon abseilen. Misschien zit het wel helemaal niet in het spel, joh, dat je naar beneden kan roetsen. Misschien zit het wel niet in. Misschien heb je eerst een gadget nodig of iets dergelijks. Maar ik kan er dan dus nu wel naartoe varen met dit roeibootje. Inmiddels is de zon echt bijna helemaal onder. Really? Niet nog één, niet nog één. Hou op hoor. Kijk, daar hebben we die andere beest. Oh my god. Jongens, wat is een simpel stukje water gevaarlijk? Ik ben ook echt niet vooruit te branden in dit kutding. Hou op, hou op, hou op. Guys, dit is echt niet chill. Dat beest zit zo hard achter me aan. Ik voel het. Oké, ik kan in ieder geval een soort van aanmeren. Okay, damn. Okay, bootje ligt hier. Daar is waar ik vandaan kwam. Normaal zou je dan hier naar beneden komen, denk ik. Ja, dat ging niet zo soepel bij mij. Dit is gewoon een hele nieuwe gun die hier ligt. Op zich wel sterker ook. Of niet? Nee joh. Het is gewoon dezelfde type gun, alleen met de mods kun je hem stukken sterker maken. Oké, laten we dat even proberen. Dit keer, yes, kan ik eindelijk ook deze upgraden. Top. Kijk. Het begint al steeds meer op een echt, echt sterke gun te lijken. AK-47, bruh. Oké, wat hebben we hier allemaal? Kijk, enge freaking ghouls en shit. Zal je eerst even naar boven gaan. Al die geluiden om me heen. Het is donker. Ik voel me niet veilig. Misschien kan ik op deze afstand. Why? Yo. Headshot. Die gasten zijn creepy, man. Uiteindelijk zal ik ook... hoe heet het kunnen maken, right? Zal ik eens even kijken? Uiteindelijk moet ik ook molotovs kunnen maken en zo, toch?
Oké, dit is wel echt... Oeh, while in combat. Waar is de combat dan? Ik wilde even een quick save maken, namelijk hier de aflevering stoppen. Ah, daar is de combat. Ik word beschoten. Oh. Tjonge jongen, ga weg man. Oh jee. Headshot, baby. Nog een headshot. Heerlijk. Het lijkt me dat ik gewoon genoeg ammo heb. Hetzelfde geldt voor deze, maar deze moet ik herladen. Tjonge, jongen. Cliffhangertje wel. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. Ondertussen wordt er continu op me getuft door die klote beesten vanuit het water. Wat een creep, zeg. Guys, thanks voor het kijken, het liken. En tot de volgende aflevering van Metro Exodus op PC. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Ik heb op zich wel genoten. Je ziet dat de game echt ontpopt tot best wel creepy thriller. En dat je heel erg goed met je resources om moet gaan. Oh shit. Gelukkig kreeg hij een headshot, want... En hij ook. Aimen met dit ding blijft super lastig. Kijk, deze heeft helemaal een andere kleur en zo. What the fuck? Ja, dit zijn echt gewoon ghouls. Dit zijn echt gewoon ghouls. Zo. Ik ga hem quicksaven. Zodat we hier de volgende aflevering verder gaan. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het liken. Tot de volgende aflevering van Metro Exodus. En peace out.